Hey, Daan hier van Hi-Fi Clubber. Word jij nou ook helemaal enthousiast van platen spelen, alleen heb je geen idee waar je moet beginnen? Blijf dan kijken. Ik heb vandaag drie zeer degelijke platenspelers voor de ambitieuze beginner. Goed, beter, best. De Argon TT, de Argon TT3 en de Project Debut Carbon Evo. De naald van de platenspeler is zeker belangrijk, maar het belangrijkste is dat de naald de plaat zo gemakkelijk en ongestoord mogelijk moet kunnen lezen. Daarom is de constructie minstens zo belangrijk als het element zelf. Voor ons is de Argon Audio TT de perfecte introductie voor het luisteren naar platen. Hij is stevig gebouwd, heeft een degelijk Audio-Technica element, eenvoudige snelheidsregeling en een geïntegreerde fono-voorversterker. Dankzij deze fono-voorversterker kun je hem niet alleen aansluiten op een traditioneel stereosysteem, maar effectief op alles met een tulp- of jack-ingang. Inclusief een Bluetooth-luidspreker zoals de DALI Catch. De Argon TT3 gaat met dit alles een stap verder. Je ziet meteen dat het verfijnder is, maar tegelijkertijd degelijker is afgewerkt. Dit geeft hem een stiller, meer gecontroleerd geluid dan de TT. De TT3 heeft ook een ander element, namelijk een OM5E van het bekende Deense merk Ortofoon. Het mooie van deze stevige platenspeler is dat je hem in de toekomst nog zou kunnen upgraden met een nieuw element, bijvoorbeeld een 2M Red of een Blue element, waarmee die weer vele jaren vooruit kan. En voor degene die meteen echt goed wil beginnen, de Project Debut Carbon Evo. Wat meteen opvalt is het prachtige mechaniek en de toonarm van carbon. Deze toonarm bestaat uit één stuk en is super stijf, maar lichtgewicht, zodat er een geweldig geluid uitkomt met een overtuigend stereobeeld. De voeten zijn van metaal en in hoogte verstelbaar, zodat hij altijd waterpas kan spelen. Er zitten gold-plated RCA-aansluitingen op voor de beste geleiding. Nerd alert! Het draaiplateau van de Debut Carbon Evo is gemaakt van hoogwaardig staal met TPE-demping, een thermoplastisch elastomeer. Dit zorgt ervoor dat ongewenste trillingen beter worden opgevangen en dat ook fluttering van het draaiplateau wordt tegengegaan. Daarnaast geeft het ook meer massa aan het draaiplateau. Ook is er meer massa toegevoegd aan de motor, wat ook daar ongewenste trillingen tegengaat. Voor de niet-nerds is het eigenlijk heel simpel. Je wilt die plaat zo stabiel mogelijk afspelen en daar heb je zoveel mogelijk massa voor nodig. Dan hebben ongewenste trillingen van bijvoorbeeld de motor zo min mogelijk effect. Dus wat betreft platenspelers, hoe zwaarder, hoe beter. Meer massa is minder trillingen, geeft een beter geluid. En tot slot komt deze project in een aantal te gekke kleuren. Ik hoop dat je hiermee een mooi begin kan maken in de wonderlijke wereld van vinyl en platenspelers. Wil je nou meer weten? Kom dan naar een van onze winkels. Mijn naam is Daan van Hi-Fi Clubber. Tot de volgende!